deze coronatijd werk ik voor Rijnland veel thuis. En wat is er dan fijner om 's avonds te wandelen of te fietsen als je een hele dag achter een beeldscherm hebt gezeten. En onze omgeving hier is prachtig. Water en groen, je ziet de Reewijkse plassen, veel natuur, veel vogels, veel geluiden om je heen. Heel mooi om na een dag werken je te ontspannen, hier in natuur, dicht bij huis. Als Rijnland hebben we heel veel geïnvesteerd, hier in de natuur, in het groen en het blauw. En daar zijn we ook blij mee dat de natuur zo mooi is, hier in deze omgeving. Vanaf 2010 ben ik betrokken geweest bij de verbeteringprojecten voor de waterkwaliteit in de Reewijkse plassen. Een belangrijk onderdeel van was de natuurvriendelijke oevers. Nou, daar zijn we een aantal jaren mee bezig geweest samen met de eigenaren in het gebied. Nou ja, om die voor elkaar te krijgen. Ja, we zien nu het resultaat daarvan. Het is leuk om weer terug te zijn na een aantal jaren. Om te zien dat het inderdaad zo uitgepakt heeft als we bedacht hadden. Ja, met name de natuurvriendelijke oevers is wel een succes. Zodanig succes dat je zelfs ook de otter teruggekomen is in het gebied. En daar zijn we als Rijnland erg blij mee. Maar ik als voormalig projectleider vind dat ook bijzonder om te zien. Ik zou iedereen willen oproepen om eens met andere ogen naar zijn eigen leefomgeving te kijken, hoe mooi het is. Beleef de Rijnlandse natuur met eigen ogen. Zie hoe je daarvan kan genieten.